We hebben te gast Peter Borger. Kom. Peter Borger. Hallo. Superleuk dat je hier bent. Ja. Je woont in Duitsland. Ja, zeker. En je doet meerdere spreekbeurten, lezingen nu ja, in Nederland. Ik was gisteren in Groningen. Helemaal in het hoge noorden, zeg maar. Daar kom ik zelf ook vandaan. Dus dat was voor mij niet echt heel erg ver. Ik heb ook in Groningen gestudeerd, dus voor mij was het een beetje een thuisbeste wedstrijd, kan je zeggen. Ik zat gisteren in Stadskanaal. Ja, ook een groep van, ik denk, een man of 30, 35, zoiets. En, ja. Ik vertel dan het een en ander over de biologie, over mijn boek ook. Hè. Ja. Het is een soort boekpresentatie ook. Ga verder. Ik heb een boek geschreven, een tijd geleden al, hè, 2009. Ja, je hebt dat hier bij je. Dit is de heruitgave, dit is een update zeg maar, van de vorige uitgave, 2009. En ik heb in dit boek een aantal voorspellingen gedaan destijds, hoe de biologie functioneert. En die heb ik daarna ook weer in het nieuwe boek bediscussieerd. En eigenlijk is de biologie in een hele andere richting zich aan het bewegen dan we ook in de scholen leren. En dat heb ik een aantal jaren geleden dus opgeschreven. Daar kwam toen heel veel kritiek op dat boek. Ja. Of het werd geïgnoreerd, genegeerd. Ja. Dus die twee dingen die zag je. Ik denk dat er op dit moment kunnen de mensen niet meer werkelijk om dit boek heen, omdat de biologie zich werkelijk in deze richting heeft bewogen of beweegt. Nog niet op de scholen hier in Almere. Ik heb ze aangeschreven gezegd, Peter Borger komt hier praten. Ja. Misschien leuk voor de bovenbouwleerlingen of docenten biologie om daar bij te zijn. Ja, ja, ja. Hoeveel reacties denk je dat ik gehad heb? Die zijn denk ik op een halve vinger te tellen. Precies. Ja. Nee, ik ken het. Jij kent dat. Ja. Ik ken dat, ja. Dus, we gaan hier, jij gaat vertellen over je boek. Ja. En daarna komt daar weer een stukje muziek, wat we hier doen in okay. de waarschijnlijk Waar Gebeurt Show. En dan, je hebt een collega meegenomen. Ja. Gaan wij spreken over nieuwe ontwikkelingen rond de corona-PCR-test. Ja. In een podcast-interview. Ja. Dus dat is op de agenda van vanavond. Precies. Nou, dan ben ik gaan we benieuwd. Ja. Belangstelling kijken naar wat je te vertellen hebt. Ja, goed zo. Hey, hartelijk dank voor de inleiding, Nico. Ja, ik kan me eerst wel een klein beetje gaan, zelf nog een beetje gaan introduceren of voorstellen wie ik nou precies ben. Ik denk, veel van de mensen die hier ook zitten, die hebben denk ik wel iets van mij gelezen. Bijvoorbeeld op Twitter of een stuk van mij ergens voorbij zien komen. Waarom heb ik dat geschreven? Omdat ik het erg belangrijk vind dat wij als wetenschappers ook de juiste informatie geven en ook informatie kunnen bediscussiëren. Er komt altijd heel veel informatie op ons af. En er is natuurlijk ook altijd een discussie moet daar over deze informatie mogelijk zijn. En ik zag dat die discussie eigenlijk verzanden, wereldwijd verzanden. En ik heb toen, ik ben er ook ingesprongen en ik heb het een en ander destijds ook gemeld. Dat is alweer een tijdje terug dat dat gebeurde. Dat ging met name over het virus zelf. Het virus begin 2020 rondging. Hè, het SARS-CoV-2-virus werd het destijds genoemd. Het was eerst het Wuhan-virus. Nou, toen het werd omgenoemd, zeg maar. Het was eerst het Wuhan-19-virus. En toen men dat SARS-CoV-2 ging noemen, toen ging bij mij een belletje rinkelen. Want ik dacht, SARS-CoV-2, ik ken SARS-CoV-1, ken ik nog uit de tijd dat ik in Australië werkte. En ik heb toen een genetische analyse doorgevoerd. Wat is er bekend over SARS-CoV-1? Wat is er bekend over SARS-CoV-2? En ik kwam toen tot de ontdekking dat er een hele duidelijke vingerafdruk in SARS-CoV-2 aanwezig is. En dat heet een genetische vingerafdruk die we ook in SARS-CoV-2 aantreffen. En dat was zelfs een genetische vingerafdruk die specifiek werd geacht voor SARS-CoV-1. Dat werd gemeld in Science. Ik denk, hey, die vinden we ook weer terug in SARS-CoV-2. We hebben helemaal niet te maken met een nieuw virus zoals dat destijds gebracht werd. En ik heb dat ook geprobeerd om dat te discussiëren met mensen. En toen gingen de deuren dicht. En ik heb bij LinkedIn had ik al jarenlang een account waar ik ook heel veel vrienden en collega's had. En die werd gewoon op slot gedaan. Ik werd er uitgeschopt, zeg maar, omdat ik bepaalde dingen had aangeroerd. En ik was in Australië. En in Australië, daar had je destijds het SARS-CoV-1. En SARS-CoV-1, dat was destijds een virus dat daar ook rondging. En ze hebben dat ook geanalyseerd. En de sequenties, daar zijn daarvan bekend. De sequenties, dat zijn de sequenties, dat zijn de RNA-sequenties van in dit geval. Want het is een RNA-virus. En ja, SARS-CoV-2 deed erg denken aan SARS-CoV-1 natuurlijk. En ik werd toen ik heb toen een sequentieanalyse en doorgevoerd of uitgevoerd. En wat kwam daar tot mijn verbazing uit? Dat er een
genetische vingerafdruk in SARS-CoV-2 aanwezig is, die ook in SARS-CoV-1 aanwezig is en die specifiek zou zijn voor SARS-CoV-1. Nou, voor mij betekent dat eigenlijk een vingerafdruk. Een vingerafdruk is net als een duim of een wijsvinger. Dat is hetzelfde virus. Dat is zeer aan elkaar verwant. En ik heb toen dat gepubliceerd en ik heb daarbij ook bepaalde dingen uitgevonden. Dat heb ik in het verleden ook bepaalde kanalen heb ik dat ook allemaal bediscussieerd. Dus dat wil ik hier niet allemaal gaan bediscussiëren. Maar ik denk dat het zeer opvallend was dat we te maken hadden met niet een nieuw virus zoals dat werd gebracht, maar dat het toch een ouder SARS-CoV-1 virus, gemuteerd virus kun je zeggen. Je kunt ook zeggen dat in dat virus er zijn ook zeer opvallende karakteristieken aanwezig die mij vertellen dat het hetzelfde soort virus is als het virus in 2003 toen ik in Australië zat. Nou, dat heb ik destijds ook gemeld en ja, daar heb ik zeer weinig repliek op gekregen natuurlijk, want het was niet de bedoeling dat het hetzelfde virus zou zijn, maar dat het een nieuw virus zou zijn. In ieder geval, ik denk dat de meeste mensen dit stuk hebben gelezen. Nou, het andere waar ik denk ik wel enige opmerkzaamheid door heb gekregen is natuurlijk de PCR-paper. Dat is de retraction paper die we met een 20-tal wetenschappers hebben ingediend destijds. Daar zullen we straks nog even over praten ook. Waarom hebben we die ingediend? Omdat deze PCR, zoals die wordt uitgevoerd, zo niet kan worden uitgevoerd. En als gouden standaard is die natuurlijk ook niet geschikt om virussen daarmee op die manier aan te tonen. Dat moet veel beter gecontroleerd worden. Ik heb dat vorig jaar ook allemaal al verteld in verschillende programma's. Dus daar hoef ik vandaag ook niet over te praten, denk ik. Wat we zagen is dat dit soort informatie eigenlijk niet gewenst was. Dat we de alternatieve informatie eigenlijk niet mochten. Er was geen discussie. Je mocht niet over discussiëren. Er was een soort van narratief was daar. Officieel verhaal. En dat mocht je ook niet eigenlijk bestrijden. Of daar mocht je geen vraagtekens bij zetten. Nou, ik zet wel graag vraagtekens bij dingen. Ik heb, en dat de wetenschap ook op deze manier alleen maar verder gaat door vragen te stellen, dat is natuurlijk heel duidelijk. Je moet altijd kunnen blijven vragen stellen en je moet met elkaar in discussie gaan. Want de wetenschap is het is een methode die juist door dit soort dingen, door deze controversies, ook vooruit gaat. En als je allemaal dezelfde mening hebt, je hebt allemaal de neus in dezelfde richting, dan heb je ook geen wetenschap meer. Nou, was dat nieuw, kun je je afvragen, was dat een nieuwe ontwikkeling die we daar zagen? Dat iedereen hetzelfde verhaal moet vertellen binnen de wetenschap? Nee, dat is helemaal geen nieuwe ontwikkeling. Ik ken dit wel in de wetenschap, want ik heb me bewogen op het gebied van oorsprongsvraagstukken. En voor mij waren dat altijd heel belangrijke vraagstellingen. Waar komen we vandaan? Waar komt de informatie in je genoom vandaan bijvoorbeeld? En ik ben dat echt gaan onderzoeken zo rond het jaar 2000, kun je zeggen. En ik heb een aantal dingen ontdekt in het genoom destijds, waarvan ik dacht, hey, dat is heel erg interessant. En ik heb deze dingen eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Meestal worden die dingen ook niet gemeld, bijvoorbeeld in de kranten, bepaalde ontdekkingen, omdat ze eigenlijk niet goed in het denkkader wat we hebben, hè, op de scholen, in de maatschappij, dat die nieuwe ontdekkingen daar goed in passen. Dus die dingen die worden dan niet bediscussieerd, daar hoor je niet zoveel over. En ik heb toen gedacht, ik ga een boek erover schrijven. Nou, dat boek, dat is in 2005 heb ik dat ongeveer gereed geschreven. In het Engels was dat. Toen ik uit Australië terugkwam, had ik dat boek gereed. En ik heb dat, ik had toen een Volkskrant-blok, heet dat, waar ik dit soort dingen ook besprak. Wat eigenlijk de problemen zijn binnen de biologie op dat moment. De biologie heeft zich de laatste 20 jaar, kun je zeggen, 25 jaar, ontzettend snel veranderd tot eigenlijk een beschrijvende wetenschap, tot een informatiewetenschap. We werken met informatiesystemen in de biologie. En er zijn een aantal dingen die mij opvielen. En ik zal even naar de volgende dia. Want ik was van het jaar 1994 tot 1998 was ik eigenlijk elke dag in het laboratorium. En wat doe je dan in het laboratorium? Dan doe je onderzoek. En in die dagen kwam het zogeheten functionele genetische onderzoek op gang. En wat is dat, genetisch functioneel genonderzoek? Dan willen we graag weten wat de genen betekenen voor een organisme. En daarvoor hadden ze een bepaalde methode ontwikkeld, in de jaren 90 ongeveer.
Dat was precies in de tijd dat ik mijn dagen in het lab verbracht. Dus ik was met deze dingen op de hoogte. Dat waren ook mijn onderzoeken die ik deed. En dat functionele genonderzoek, dat is als volgt. Dat pak je bijvoorbeeld een modelorganisme en we hebben heel vaak muizen. En in die muizen kun je bepaalde genen uitzetten waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn. Dus er zijn genen die hebben mensen, maar die hebben ook muizen. En dan denken we op een evolutionistische wijze, denken we, die hebben muizen, die hebben mensen. Dus dat moeten extreem belangrijke genen zijn. Want ze zijn geconserveerd gedurende 60, 80 miljoen jaar. Die zijn niet veranderd. En die vinden we dus in muizen en die vinden we in mensen. Dus die hebben dat is het idee. Die hebben een functie, een extreem belangrijke functie. Wat gaan ze dat doen? Dan gaan ze in de muizen, in een laboratoriummuis, gaan ze dat gen uitzetten. Om de functie te vinden van dat gen. En hoe doen ze dat? Ik heb hier de methode beschreven, die hoeven we niet te beschrijven. Maar uiteindelijk krijg je een muis waarbinnen dat gen niet meer aanwezig is. Dat is geïnterrumpeerd, dat is weggehaald, zeg maar. En het interessante van dit onderzoek in de jaren 90, dat deze zogenaamde knock-outs, is het gen genock-out, dat is weggehaald, het is uitgehaald, die hadden geen fenotype, heet dat in jargon. Die mankeerden helemaal niks. Nou, dat is natuurlijk heel merkwaardig, want je hebt een gen. Dat gen zit in de mens, dat gen zit in een muis. Je haalt het weg en er gebeurt helemaal niks. Die muizen hebben geen fenotype. En we noemen dit, dat is een genetische redundantie. De genen zijn overtollig. Nou, en toen ik dat in het laboratorium meekreeg, en er werd veel over geschreven in die dagen, in Nature, in Science, dacht ik, genen kunnen dus verblijven in jouw genoom, dat is de totaliteit van je DNA, zonder selectiedruk. Dat is heel merkwaardig, want waar komen dan dit soort genen vandaan? En dat heeft mij eigenlijk aan het nadenken gezet ook, van wat is nou evolutie? Dat is een proces waarbij dit soort informatiesystemen moeten ontstaan door selectie van variatie, dat is wat evolutie zegt, en als je dan genen vindt die je uit kunt zetten zonder dat het een effect heeft op je organisme, compleet normale organisme oplevert, hoe kan dat überhaupt dan met een selectieproces ook worden verklaard? Nou, je kunt je voorstellen, één zo'n gen, dat zou dan een uitzondering kunnen zijn. Nee, het zijn vrijwel alle genen in een organisme die je uit kunt zetten. In bacteriën vinden we dat, we vinden dat in gisten, we vinden dat in planten. En al deze modelorganismen die men ging onderzoeken, daar kon je het grootste deel van de genen kon je gewoon uitzetten. En die hadden geen fenotype. En er kwamen dan ook berichten in Nature en in Science te staan van phenotypes wanted. Ze wilden graag fenotypen zien. Want hoe is het mogelijk dat je genen kunt uitzetten zonder dat dat een effect heeft? Men snapte dat helemaal niet. Nou, voor mij was het een hele belangrijke message dat er iets helemaal niet in de haak is met ons evolutiedenken. Met het evolutietheorie van Darwin hebben we het dan over. Want daar moet alles door selectie zich vormen. Dus als je dan genen weghaalt en het heeft geen effect, wat is dan die selectiedruk erop geweest? Nou, dan zeg ik ook, natuurlijke selectie speelt geen rol van betekenis in de biologie. Nou, dat is natuurlijk een conclusie die je eigenlijk helemaal niet hardop mag zeggen in de academische wereld. Want daar moet je altijd in dit soort termen blijven denken van natuurlijke selectie en van variatie en in evolutie. Dus als je dit soort dingen gaat zeggen, natuurlijk, selectie speelt geen rol in de biologie. Ja, wat speelt dan wel een rol? Nou, biologie. Wat is eigenlijk biologie? Ik denk dat de meeste mensen kennen deze man. Wie kent deze man? Ik denk dat de meeste mensen wel eens hier iets van hebben gelezen. Dit is Richard Dawkins. Richard Dawkins schrijft boeken. Dat is een hele bekende Engelse schrijver. Hij schrijft boeken in de trend van Darwin, zeg maar. Hij is Darwinist. Hij denkt dat alles selecteerbaar is. Wat hij ook zegt, en dat is wel interessant, biologie, zegt hij, is de studie van gecompliceerde dingen die eruit zien alsof ze met een bepaald doel werden ontworpen. Nou, ik heb ook zitten kijken altijd in deze genomen. En als je naar die dingen ziet die in een cel gebeuren, dan denk je, dat heeft een bepaald doel. Die streven naar iets. En ik heb zelf biochemie heb ik gestudeerd en ik heb moleculaire genetica gestudeerd. En in de biochemie zie je dat al die strapjes die je daar ziet, dat zijn biochemische reacties, die gaan naar een doel toe. Dus het is niet zomaar dat zij iets doen, zomaar. Nee, ze hebben een bepaald doel. Ze werken naar iets toe. In de biologie noemen we dat ook wel teleologie, dat ze een doelmatig proces vervolgen. Nou,
De biologie is dus een studie van gecompliceerde dingen die eruit zien alsof ze met een bepaald doel werden ontworpen. Nou, dat is natuurlijk een hele goede zin om de biologie ook te beschrijven. En meneer Richard Dawkins zelf denkt natuurlijk in termen van Darwin's evolutie. En hier is iets weggevallen volgens mij, want ik had hier even kort samengevat hoe we dat tegenwoordig zien in een kleine formule. Die formule is eigenlijk heel simpel. Dat is E, en dan staat er tussen haakjes, staat er NS, dat is evolutie door natuurlijke selectie, is GA, staat er dan, gemeenschappelijke afstamming, plus M, mutaties, modificaties. Nou, dat is eigenlijk heel simpel geformuleerd hoe wij op dit moment evolutie begrijpen. Nou, dan kun je je afvragen, is dit een geldige formule? En dan moet je gewoon kijken in de biologie wat daar voorhanden is. En hier staat nog een samenvatting eigenlijk van wat evolutie is. Dat heb ik hier geprobeerd te presenteren. Hier zien we eigenlijk onze gemeenschappelijke voorouder. Dat is een cel, zeg maar. Een cel. En daar zijn al deze mensen en of al deze verschillende organismen zijn daaruit voortgekomen. Nou, zo zien we dat tegenwoordig. En dat gaat dus alles via deze natuurlijke selectie van variatie. Nou, ik heb al net al laten zien dat die selectie van die natuurlijke selectie, dat we daar een vraagteken bij kunnen zetten. Omdat je die genen uit die organismen kunt verwijderen zonder dat een effect heeft. Zo, die natuurlijke selectie heeft niet echt een hele grote rol van betekenis in dat soort genomische processen, kunnen we zeggen. Nou, Darwin zelf zegt in zijn boek: "There is grandeur in this view of life with its several powers having been originally breathed in a few forms of into one." En tegenwoordig zeggen we natuurlijk alleen maar één. Er is één zo'n organisme geweest, één zo'n oercel, en die heeft zich dan in al die richtingen kunnen ontwikkelen door natuurlijke selectie. En hij zegt dan ook nog dat er echt al deze organismen die zo enorm mooi uitzien, the most beautiful and most wonderful are being evolved. Nou, dat is eigenlijk in de notendop de evolutietheorie. En ik denk dat de meeste mensen het ook wel weten. Variatie wordt geselecteerd en uiteindelijk kan je dan mensen, maar ook olifanten, bomen, et cetera, kun je daar uit één cel laten evolueren. Althans, dat is dan het idee. Nou, Darwin zelf zegt, want voor Darwin had je een zekere man, die heette Paley. En Paley had het zogeheten design-argument. En hij zegt, Paley zegt in zijn boek, en dat was een 30, 40 jaar voor Darwins tijd, was dat het bekende principe, dat was het design-argument. En Paley zegt, als je ergens op het strand een horloge vindt, dan weet je meteen, dat is door iemand gemaakt. Daar hoef je verder helemaal niet over na te denken. Je vindt een horloge en je weet dat is een horlogemaker. Nou, wat zegt Darwin daarover? Of wat zegt hij daarover? Hij zegt het oude designargument van Paley, dat ik vroeger zo sterk vond, vervalt door de ontdekking van de wet van natuurlijke selectie. Hij zegt natuurlijke selectie kan eigenlijk hetzelfde als een designer. Nou, dat is dus het principe van Darwin, dat de natuurlijke selectie het designargument vervangt. En ik als bioloog die heel zijn leven, 25 jaar lang, in de celletjes heeft gekeken, naar de design van deze celletjes, heb mijn ernstige vraagtekens erbij gekregen, zo rond het jaar 2000. En waarom was dat zo? Ik heb het net al gezegd, die redundantie van genen, die overtolligheid van genen, kunnen we niet verklaren met een selectieprincipe. En wat zijn er? Dus ik vraag me af, is het werkelijk waar zo, dat ben ik me toen afgevraagd, is het werkelijk waar zo dat selectie design in de natuur kan verklaren? En toen ben ik maar eens gaan kijken wat voor design we allemaal in de natuur zien. En wat zien we daar? Een van de dingen die we zien is bijvoorbeeld deze. En ik heb in mijn boek zelf geschreven dat mijn reis naar Australië heeft mijn denken veranderd. Want ik ben daar een aantal dingen tegengekomen, en dat heb ik ook in mijn boek beschreven, die wij helemaal niet kunnen verklaren met bijvoorbeeld het selectieprincipe. En ik wou dat eigenlijk omdat het ook een boekpresentatie is, wou ik een klein stukje over deze vogel vertellen. Ik wou dat eigenlijk wel voorlezen ook. Dus dan ga ik even mijn bril opzetten. Dan pak ik even mijn boek erbij. Het is een heel kort stukje. Maar het is echt een verbazingwekkend stukje. Van een vogel die ik helemaal niet kende. En
die ik daar op Tasmanië tegenkwam met mevrouw. Ik was met mevrouw destijds op Tasmanië, dat was 2003, om Tasmanië rond te rijden. En ik wou eigenlijk ook wel op zoek naar de zogeheten Tasmaanse de buidelwolf. Want ik had gehoord, die is daar nog aanwezig ergens in de bushbush. Hij wordt af en toe nog gesignaleerd. Dus ik dacht, nou, misschien kunnen we die wel zien. En ja, dat soort dingen, dat ondernamen wij in die tijd. En ik moet even naar hoofdstuk 5. Mijn vader weet het beter dan ik. Maar het klopt inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, ik ga dat even voorlezen. Het is een kort stukje. Maar het deed mij in die tijd echt verbazen. Hoe is het mogelijk, dacht ik. Het gaat over... Ik ga beginnen met lezen. Samen met Lisa, dat is mijn vrouw, bezocht ik ooit de noordkust van Tasmanië. We verbleven ook een aantal dagen in Stanley, een klein stadje aan de Bass Strait. Het ligt aan de voet van een steile, rotsachtige heuvel die bekend staat als The Nut. Van een afstand lijkt deze rots op Ayers Rock, maar in tegenstelling tot de Australische rode icoon is The Nut een schiereiland dat slechts aan één kant met het vasteland van Tasmanië is verbonden. Op de steile rots van dit schiereiland broedt een kortstaartpijlstormvogel. Die heet, in het jargon heet die, Puffinus tenui rostris. Deze vogel is zo groot als een flink uit de kluiten gewassen zilvermeeuw. Volwassen vogels hebben een vleugelwijdte van ongeveer een meter, bezitten zwemvliezen en het zijn goede zwemmers. Ongeveer de helft van de populatie van deze vogels broedt in kolonies op Tasmanië. Men treft ze meestal aan op de schaars begroeide, iets hogere eilanden langs de noordkust. Hier waait de hele jaar een stevige bries die het dalen en opstijgen van de stormvogels vergemakkelijkt. De Nut met steile rotsen is daarom ook een van de beste plekken om te broeden. Toen ik het gedrag van deze vogels nader bestudeerde, was ik met stomheid geslagen. De kortstaartpijlstormvogel is een echte zwerver, een trekvogel van het eerste uur. Het was niet gemakkelijk geweest vast te stellen waar de jaarlijkse trektocht van de stormvogel langs gaat, omdat ze tijdens de maandenlange reis niet aan land komen. Uitgeputte en hongerende vogels waren gevonden op de stranden van Japan, de Aleoeten, Noord-Amerika en Australië. En deze vondsten leidden ertoe dat wetenschappers dachten dat de vogels een soort achtvormige baan over de Stille Oceaan vliegen. Recente studies laten echter zien dat de vogels eerst noordwaarts vliegen, voornamelijk langs het westelijke deel van de Stille Oceaan naar de Arctische gebieden. Vervolgens keren ze zuidwaarts terug over het midden van de oceaan. Dat is een rondreis van ongeveer 30.000 kilometer. Het is voor een vogel een hele prestatie om elk jaar zo'n enorme afstand af te leggen. Dat was echter niet wat mij zo verbaasde. Het is natuurlijk een hele prestatie voor zo'n vogel, zo'n klein beest, maar dat was niet wat mij verbaasde. Maar die stormvogels die broeden in kolonies in holen in de grond, net als konijnen. Bij aankomst in de kolonie in september ontmoeten de vogels hun gekozen partners. Hun eerste taak is dan het oude hol op te knappen of nieuwe uit te graven. Dat doen ze zelf. En eind november leggen de vogels één enkel wit ei. In januari komt het uit. Beide ouders helpen bij het voeren van het kuiken en het neemt daardoor snel in gewicht toe. Begin april vertrekken de ouders en de jongen zijn dan bijna twee keer zo zwaar als de ouders. Ze zijn helemaal vet gevoerd. De ouders vertrekken echter zonder de jongen. Ze laten de jonge vogels die nog in de donsveren zitten gewoon achter in die holen. Ze kunnen die holen niet eens uit, want ze zijn te dik geworden. De jongen krijgen niets meer te eten en verliezen snel aan gewicht. Ze krijgen dan hun slachtpennen en ze leren zichzelf vliegen. Binnen enkele weken nadat de oude vogels hun verlaten hebben, kiezen ze ook het luchtruim om aan de lange reis te beginnen. Hun trektocht is zonder begeleiding van ervaren vogels. Toch vliegen ze naar precies dezelfde plek als hun ouders. Na een vlucht van duizenden kilometers ploffen ze vlak naar hun ouders neer. Alsof ze die hele tijd draadloos contact met elkaar onderhielden. En ik zeg dan, ik vind dit gedrag van de stormvogel echt ongelooflijk. Want waarom verlaten de ouders in hemelsnaam hun kuikens als ze nog in donsveren zitten en nog niet kunnen vliegen? Hoe weten de vogels waar hun ouders zijn? Hoe weten de jongen hoe ze op die plek moeten gaan komen?
Ik kan zelf als bioloog geen enkele plausibele selectieverhaal aan deze vragen verbinden. Vogels moeten een soort global positioning system hebben. Een systeem dat hun automatisch vertelt waar ze zich in tijd en ruimte bevinden. Ze moeten minstens een landkaart hebben en een kompas. Een ingebouwde genetische kaart en een middel om zich te oriënteren moet deel uitmaken van hun genetische hardware. Vogels zijn geboren padvinders. En dat zou allemaal door natuurlijke selectie zijn ontstaan. Darwin heeft nooit ergens een verklaring gegeven voor dit soort eigenschap. Je kunt dit op geen enkele manier verklaren met selectie. Want die ouders die vliegen gewoon weg. Die jongen die zitten daar in dat hol. En ze weten precies waar hun ouders zitten. Nou, ik bedoel, ik heb heel lang in de genetische regulatieprocessen gezeten. Ik kan daar helemaal geen enkel verhaal over verzinnen, wat met selectie verklaarbaar is. Ik heb dit wel eens met biologen proberen te bespreken. Die zeggen, ja, we weten het niet, dit is geen selectie. Er zijn heel veel dingen die kun je gewoon niet met selectie verklaren. Die zijn echt enorm veel. Ik heb net al gezegd, deze genen, deze redundante genen, we begrijpen niet waar ze vandaan komen. Met selectie kun je het niet verklaren. Dus er is heel veel wat we niet kunnen verklaren met natuurlijke selectie. Dus hoe komen we aan dat soort informatie? Nou, hier heb ik dat kuiken nog even getekend. Die komt zo zijn hol uit. In ieder geval, hij zit in zijn donsfeer. Hij moet zichzelf leren vliegen en vliegt dan naar zijn ouders die ergens voor de kust van Japan zitten. Nou, interessant voorbeeld. Ik denk niet dat we daar als bioloog ook maar iets van begrijpen vanuit het selectieprincipe. Nou, dat noem ik dan navigatiekunst, maar je hebt ook ingenieurskunst. En het interessante is dat we dat ook pas vrij onlangs hebben kunnen constateren. Sinds we eigenlijk kleine organismen bekijken met microscopen, met elektronenmicroscopen. En sommige van die structuren die zijn maar slechts heel even aanwezig. Dus die zie je ook niet altijd. Bijvoorbeeld als je deze keef hebt, dat is een kevercicade. Die heeft een bepaalde structuur alleen in zijn larvenstadium. Hier zie je de larven. En als je deze larven gaat bekijken met een microscoop. En er waren al wat geruchten in de jaren 50 dat deze een bepaald design had. Dus dit design. Die heeft namelijk tandwielen. En alleen deze larve heeft tandwielen. Aan de achterkant van zijn poten zitten, de binnenkant van zijn poten. Tandwielen zitten aan de binnenkant van zijn poten. En die moeten de sprongen van deze larven moeten ze synchroniseren. Nou, het is natuurlijk een prachtig staaltje ingenieurskunst. Ik heb altijd gedacht, wij zijn als mens de enige die dit soort tandwielen kunnen maken. Hoe verzint een organisme, een blind toevalproces, hoe verzint die een tandwielsysteem? Je kunt je voorstellen, een tandwiel is een systeem dat alleen werkt als beide tandwielen voorhanden zijn. Als alle tandjes voorhanden zijn. En dit zijn genetische programma's die dit moeten gaan maken. Dus je kunt niet zeggen, er was eerst één klein tandwieletje, toen was er een tweede tandwieletje, dat het allemaal selecteerbaar is. Nee, want je moet een systeem hebben dat in één keer functioneert. En we weten dat ook in de biologie, want we noemen dat niet reduceerbaar complex. Een tandwielsysteem is niet reduceerbaar. Je kunt niks met een half tandwiel, je kunt ook niks met de helft. Je kunt ook niks met twee tandjes uit gaan voeren. Dus je moet zo'n systeem hebben. En om zo'n systeem te bouwen, heb je genetische programmatuur nodig. Het is net als in computers waar je een bepaalde programmatuur hebt die een bepaalde functie gaan uitvoeren. Je kunt niet zeggen, ik heb eerst maar eens even de helft van het programma. Nee, dat werkt niet. Een half programma werkt niet. Je hebt een heel programma nodig. Nou, en die programma's zijn vrij ingewikkeld, kan ik u vertellen. Nou, dit soort dingen, als je dat ziet, dan ga ik als bioloog daarover nadenken. Waar komen dan die systemen vandaan? Dus dat is een van die dingen die we zien. Maar als we gewoon nog verder inzoomen, bijvoorbeeld in de celletje zelf, of op de cellen zelf kijken, dan weten we dat bijvoorbeeld bacteriën, maar alle organismen, die hebben energie nodig. En dat, de biologische energie, de benzine zeg maar, dat heet ATP. En die ATP, dat is de biologische benzine. Daar moeten wij al onze dingen, al onze denkprocessen, al onze bewegingen, alles functioneert met ATP, met benzine, met biobenzine in de biologie. Waar komt die ATP vandaan? Kun je die opeten of zo? Nee, die kun je niet opeten. Dat moet worden gemaakt. En hoe wordt dat gemaakt in je cellen? En dat zijn, vanaf het begin heb je zo'n ATP nodig. De meest simpele organismen, die moeten een ATP kunnen maken. Dat is een van de voorwaarden voor leven. En wat is een ATP? Daar heb je een zogeheten motortje voor. Een
nanomotor. Het zijn nanomachines. En die dingen die zitten in een membraan. Die zitten aan de oppervlak bijvoorbeeld van bacteriën. Maar die zitten ook in de oppervlaktesysteem van onze cellen. Daar zitten ook kleine orgaantjes in. Die zien er zo uit. En die hebben ook al deze kleine motortjes. En die motortjes fungeren als volgt. Je hebt een spanning over de membraan staan. En door die spanning gaat daar een rotor gaat daar heel snel bewegen. Als een elektromotor. En elke ronde die hij maakt, hij maakt echt duizenden omwentelingen per minuut. En elke omwenteling dat hij maakt, dat zo'n motor maakt, wordt daar biobenzine geproduceerd. Dus hij maakt in principe van een chemisch gradiënt, dus van een elektrisch gradiënt, maakt hij chemische energie. Nou, deze dingen heb je nodig. Het zijn kleine machientjes. Je hebt niet één van nodig, maar je hebt hier echt miljarden van nodig om te kunnen leven. Dit is een voorwaarde voor een biologisch systeem om überhaupt te kunnen functioneren. Dus mijn grote vraag is dan ook, waar komen dit soort machines vandaan? Het zijn nano-elektromotors met 21 samenwerkende onderdelen en het zet zichzelf in elkaar. En waarom weten we dat? Omdat we heel veel jaren dit soort systemen hebben bestudeerd. Het zijn nanomotortjes, kan je zeggen. Ze zetten zichzelf in elkaar. En hoe komt dat? Het is gecodeerd in je DNA, in het DNA van het organisme. Het DNA is een code, net als een computercode. Die maakt dit soort machientjes. En die machientjes hebben dan die functie. Nou, zichzelf in elkaar zetten is natuurlijk ook al een hele kunst. Maar toch doen deze kleine machientjes, die doen dat. Nou, de zwemreflex beschrijf ik ook in mijn boek. Dat is ook een erg interessant voorbeeld, want dat is ook weer zo'n eigenschap waarvan je verwacht, waar komt die vandaan? Hoe komen wij aan een zwemreflex? Wat is een zwemreflex? Nou, de meeste mensen weten eigenlijk niet wat een zwemreflex is, denk ik, maar wat gebeurt er als je een baby in het water, of als die in het water valt, of in het water gooit, dan houdt die automatisch zijn adem in. En dat gebeurt bij baby's tot 6 maanden. Dus je krijgt een ademstilstand. De huig sluit meteen de longen af, zodat het water wat er binnenkomt naar de maag gaat. Zodat het baby niet stikt. Je krijgt een verlaagde hartslag. En de doorbloeding neemt meteen af. Het betekent ook dat deze baby's die kunnen, 1, 2, 3 minuten, kunnen die onder water blijven liggen. Zodat je voldoende mogelijkheden hebt om dat kind eruit te halen. Het is een reflex en na ongeveer 6-7 maanden verdwijnt zo'n reflex weer. En je kunt je dan afvragen als bioloog, hoe komen wij in vredesnaam aan een zwemreflex? Is het zo dat er een aapachtig wezen voortdurend zijn kinderen verloor in het water, dat hij daardoor dit soort dingen moest gaan ontwikkelen? Een halve reflex, wat is een halve reflex? Bestaat ook niet. Dus je moet een reflex hebben. Een reflex is heel of het is er niet. Nou, dat soort dingen zie je in de biologie. Er zijn structuren die bestaan, die moeten bestaan. En als ze voor de helft bestaan, dan functioneren ze niet. Dat heb je ook bij een reflex. Nou, dit soort dingen kom je tegen in mijn boek. Ik beschrijf dit soort dingen ook in mijn boek. En Darwin zelf had dit soort dingen ook al waargenomen op het grotere, in de grote wereld kan je zeggen, in de macroscopische wereld. Hij zegt, als ik bijvoorbeeld naar de veren kijk van een pauw, dan word ik helemaal misselijk. Want hoe moet je zo'n prachtig verenpakket, moet ik dat ooit met selectie gaan verklaren? Toen kwam met seksuele selectie. Hij zegt, vrouwtjes die vinden dat mooi en daarom krijgen mannen zo'n prachtig grote staart. Nou weten we uit de literatuur, ik weet niet of ik die heb meegenomen, heb ik ook meegenomen. Dat is Animal Behavior, dit was al rond de tijd dat ik mijn boek schreef, kwam dat uit. De prachtige prongstaart staat in dit stuk van de Indische pauw. Zij zou zijn geëvalueerd door seksuele selectie. Ze zou een indicator zijn voor goede genen. Seksuele selectie wordt dan een indicator voor genen. Het blijkt echter dat pauwvrouwen hun paten niet op basis van prongstaart kiezen, maar op basis van andere signalen. Dus dan hebben we nog steeds de vraag, waar komt dan deze pracht en praal vandaan in de natuur? Selectie lost het probleem niet op. Dus daar zie je ook dat kruis staan, wat eigenlijk in die formule staat. En wie goed heeft opgelet, die weet toch dat die formule N, tussen haakjes NS is gelijk aan GA plus M.
Dat kruis dat staat dus door die NS, dat is natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is heel makkelijk te weerleggen eigenlijk in de biologische wereld. Heel veel dingen die wij in de biologie zien, kun je niet verklaren met natuurlijke selectie. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Maar als je in de genetica gaat kijken, in de genomen gaat kijken, dan zie je dit eigenlijk overal steeds weer terugkomen. Natuurlijke selectie verklaart werkelijk de biologie niet. Ik zeg dan ook, NS, natuurlijke selectie, is niet omnipotent. Kan niet alles wat ook een intelligent designer zou kunnen. NS is eerder een gatenvuller. Het is een god of the gaps. Wij worden heel vaak, mensen die in bijvoorbeeld intelligent design geloven, die zeggen, die worden heel vaak beticht van het god of the gaps. Ja, dat snappen we nog niet, zeggen ze dan. Nee, we snappen dit wel. We hebben deze experimenten uitgevoerd. We zien deze dingen. Ze worden niet door natuurlijke selectie verklaard. Dus het is niet een gap. Het is dus niet een gatenvuller argument. Nee, het is iets wat we waarnemen. Dan komen we even bij het grote apenverhaal. Dat is ook een van mijn hoofdstukken in mijn boek. Dat heet ook het grote apenverhaal. Want, waarom heb ik dat zo genoemd? Omdat het genetische verschil tussen mensen zou zogenaamd 1% zijn. Dat hoor je heel vaak nog. Nou, Rico die vroeg mij ook specifiek de laatste keer dat, om iets te vertellen over die apen hier. Want hij zei, dat had ik nog, je had iets nog nooit gehoord, wat ik had gepost op Twitter. Volgens mij was dat had te maken met een chromosoom wat we net hebben ontdekt. En ik zeg, oké, dan ga ik daar ook even iets over vertellen. Dit kun je ook allemaal lezen in mijn boek, moet ik even zeggen. Wat is het grote apenverhaal? Nou, ik weet niet of jullie deze man kennen, Frans de Waal. Het is een primatoloog, een apenonderzoeker. Hij kijkt de hele dag naar apen, hoe ze zich gedragen. En probeert op basis van het gedrag, probeert hij dan mensen ervan te overtuigen dat wij ook apen zijn. Hij schrijft heel veel boeken en hij is een belangrijke man, kun je zeggen. Want hij is een influencer. In 2007 kreeg hij zelfs een prijs van Times, dat hij een van de 100 belangrijkste mensen was op dat moment, omdat hij een hele grote reikwijdte heeft en heel veel mensen ook bereiken door zijn boeken en door wat hij presenteert op internet. En hij zegt ook, in elk opzicht zijn we apen, van onze lange armen en staatloze lichaam tot onze gewoontes en temperament. En hij zegt ook in een interview, wat ik vorige week nog even heb afgeluisterd, dat wij voor ongeveer 98,5% identiek DNA zouden bezitten. Nou, ik ben zelf, zoals ik al een keer gezegd heb, ik ben zelf ook zeer geïnteresseerd in het vergelijken van DNA-sequenties. Ik heb dat bij die virussen gedaan. Ik heb dat ook bij mensen gedaan. En ik kom tot hele andere gegevens. En met mij zijn er ook andere genetici die ook tot hele andere gegevens komen. Namelijk dat de mens helemaal niet 98,5% of 1% zou verschillen. Wordt natuurlijk wel verbreid nog steeds. Hier heb ik een site van Naturalis, het grote museum in Leiden. Daar zegt men ook 99%. Het DNA is voor maar liefst 99% hetzelfde. Dus 1% verschil slechts. Ik zeg u, het klopt niet. Als je echt kijkt, moet je iets meer weten van het genoom. Dit heb ik in mijn boek uitgelegd. Wat is het genoom? Het genoom is de totaliteit van je DNA in een cel. En waar vinden we dat? Dat vinden we met name in de celkern. Maar ook dat hele kleine fabriekje dat die ATP-motoren in zich heeft, heeft ook een heel klein stukje DNA. Dat vinden we hier. En samen noemen we dat dan het genoom van de mens. En het menselijke genoom heeft 2 keer 23 chromosomen. En het bestaat natuurlijk uit deze letters die u waarschijnlijk ook allemaal wel een keer heeft gezien. Dat is A, C, G en T. En dat noemen wij het chromosoom van het genoom van de mens. 2 keer 23 chromosoom. Nou, dat is in het jaar 2000 is dat gesequenced. Dat betekent dat we alle letters op een rij hebben bepaald van het menselijke genoom. En dat werd destijds ook aangeboden aan Clinton, die staat hier in het midden, door Venter en door Collins. Het waren de twee mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Collins was de directeur van het HUGO, het Humane Genoomproject. En Venter, dat was eigenlijk eerder een genetische rebel, noemen we hem ook wel. Want hij heeft met zijn nieuwe technologieën heeft hij geprobeerd om het officiële programma van HUGO de loef af te steken. Het is hem ook gelukt en daarom staat hij hier ook op het podium met HUGO. Dus Venter en Collins hebben ervoor gezorgd dat wij het hele genoom van de mens nu op dit moment kennen.
En kijk eens hier, een aantal jaren later, 30 augustus 2005, was ook het hele genoom van de chimpansee was gesequenced. We wisten daar ook alle letters van. Het heeft 2 keer 24 chromosomen, dus dat is niet 2 keer 23, maar 2 keer 24. Ze heeft 2 meer. Een officiële presentatie van het genoom was in 2005, heb ik al gezegd. Dus moeten we even die 2 getallen nog in de gaten houden. 2 keer 23, 2 keer 24. Mensen heeft dus 1 chromosoom, 2 keer 1 chromosoom minder. En wat werd destijds in 2005 geconcludeerd in Nature? Ze zeiden, omdat we meer dan 98% van ons DNA en bijna alle genen delen, is de chimpansee het beste uitgangspunt om niet de overeenkomsten, maar de minieme verschillen te onderzoeken die ons mens maken. Nou, dat staat in Nature 2005 in een editorial. 2% is hier klein minder dan 2%, dus ook zeer weinig. Dus. Maar als we dan kijken, als je de facts gaat checken, wat hebben ze nou precies gedaan in deze vergelijking? Dan vind je in de methode, en in die tijd werden de methoden ook nog wel eens mee gepubliceerd. Tegenwoordig laten ze die methodes gewoon weg. In een groot aantal gevallen. Daar zie je hier staan dat er, als je ze naast elkaar gaat leggen, vind je dat 2,4 van de 2,8 gigabazen, dat zijn miljarden bazen, dat die overeenkomen in chimpansee en mens. En wat is dan eigenlijk het verschil tussen chimpansee en mens? Dat is helemaal geen 1% of 2%. Nee, dat is 16%. Dat is het verschil tussen de chimpansee en de mens. Nou, ik denk niet dat iemand dat ooit heeft gehoord, dat wij 16% verschillen van de chimpansee. Het is altijd 1%. Dat zie je in de dierentuinen, dat zie je op televisie en dat zie je op wetenschapskanalen. Dat zie je overal gemeld. Ik zeg, het is niet waar. Die 1% die betrekt zich op slechts 1 soort mutatie. Daar zullen we nog even naar kijken. Dat zijn de zogeheten puntmutaties. Ik ga dat even overspringen. Ook. Als we kijken naar de genomen van mens en chimpansee, dan zit dat stikvol met nieuwe genen die we nergens anders tegenkomen in de natuur. Bijvoorbeeld, bij de mens vinden we 634 nieuwe genen, bij de chimpansee vinden we 780 nieuwe genen. De mens heeft dus meer dan 600 unieke genen, de chimpansee heeft meer dan 700 unieke genen. Het verschil, als je dat gaat bekijken op genetisch, dat is dus het werkelijke genetische niveau, dat zijn de genen, dat zijn de eigenschappen van mensen en van chimpansees, dan heb je 1414 eiwitcoderende genen verschil. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar we hebben ook nog andere genen ontdekt de laatste 20 jaar in het genoom. Dat zijn zogeheten RNA-genen, dat zijn de regulatoren genen. Ik ga er verder niet zoveel op in, maar dat zijn geen eiwitcoderende genen. Normaal gesproken wordt een DNA vertaald in RNA en dan krijg je een eiwit. Zo is dat proces in een levende cel. Maar je kunt ook van een RNA meteen naar een functionele RNA. Nou, daarvan hebben we heel veel genen ontdekt de laatste jaren. We wisten helemaal niet dat ze ook bestonden. Maar we hebben heel veel van dit soort genen in ons genoom. En zelfs meer dan eiwitcoderende genen, zoals we dat nemen. Van eiwitcoderende genen hebben we ongeveer 20.000. En van deze regulatoren RNA-genen hebben we in het totaal ongeveer 50.000. Allemaal verschillende soorten. En één daarvan, dat zijn de micro-RNA-genen, noemen we die. Daar hebben we 2.500 specifieke micro-RNA-genen ontdekt in ons genoom. Voorspeld betekent dat. We kunnen met de sequenties tegenwoordig kunnen we zeggen, hé, daar zit een gen, daar zit een gen, daar zit een gen. En zo kun je voorspellen hoeveel van die genen in ons genoom aanwezig zijn. En je kunt het meteen vergelijken met een chimpansee. Je vindt dus meer dan 2.500 genen in de mens die we niet vinden in de chimpansee. Nou, dat is nogal wat. Dat is ongeveer 10% van onze genen. En daarvan, een jaar later, heb ik een van mijn collega's opgebeld die zich daarmee bezighoudt. Ik heb gezegd, klopt dat, die 2.500? Hebben jullie daarna gekeken? Hij zegt, we hebben dat nu uitvoerig bestudeerd en we hebben 130 van die families hebben we kunnen bevestigen. Ze werken er nog steeds aan. Ik zal hem binnenkort nog eens een keer opbellen, want het is al een paar jaar geleden. Maar hij vindt dus steeds meer genen in mensen die helemaal niet voorkomen in chimpansees. Nou, daar hoor je ook nooit iets van. Als je iets wilt weten over het verschil, dan moet je ook echt kijken naar het verschil. Dan moet je niet kijken naar de overeenkomst. En dat is wat er gebeurt. Nou, wat voor mij eigenlijk wel het toppunt van wetenschap is, dat is namelijk deze figuur. Dit zijn alle chromosomen van mensen en van de grote apen die momenteel leven. Dan zie je dat er een groot verschil is. Ik zal het even aangeven. Oh, dat is een hele rare pijl is het ook geworden. Is het niet erg. We zien bijvoorbeeld grote verschillen op het niveau van de zogeheten sekschromosoom. Hier hebben we een Y-chromosoom.
van de mannen. Je ziet bij de mens hebben we hier een. Dit is die van de chimpansee, dit is die van de gorilla en dit is die van de orangutan. Zeer grote verschillen op genetisch niveau, op chromosomaal niveau. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij chromosoom nummertje 17. Die is ook compleet anders, dat zie je hier ook. Je hebt natuurlijk ook wel chromosomen die op elkaar lijken. Maar ook een duidelijk verschil is deze, dat is chromosoom 2. Daar heeft de mens heeft hier slechts één chromosoom. En het idee was, omdat mensen dus één chromosoom minder hebben, dat er een soort van versmelting moet zijn geweest. Er moeten twee chromosomen in apen, voorouder apen, moeten met elkaar versmolten zijn. Zo kun je dat getal dan reduceren op 2 keer 23. Dan heb je niet meer 2 keer 24. Er versmelt één in apen, in een voorouder apen, dan heb je 2 keer 23. Nou, dat is het idee geweest. En dat kun je ook toetsen, dit soort ideeën. En vroeger kon men dat niet zo goed toetsen, want we hadden al deze technologieën niet. Maar de laatste 20 jaar kunnen we dat meteen gaan toetsen, dit soort hypothesen. En dit kwam ik vorige week nog tegen. This picture has creation is terrified. Wat staat er? Mensen die in creatie geloven. Als ze dit beeld zien, dan lopen ze gillend weg, zeg maar. Nou, ik vraag me af waarom we gillend weg zouden moeten lopen. Want wat je ziet, we hebben 23 paar chromosomen als mens. En apen hebben 24 paar chromosomen. Eigenlijk zouden de evolutionisten gillend moeten weglopen. Want zij moeten nu een verklaring vinden waarom wij 23 hebben en apen 24. En dus zeggen zij, er is een fusie geweest. Nou, die fusie hebben ze bedacht in 1982. Dat is lang geleden, 40 jaar geleden. En in die tijd kon je dat nog niet bestuderen. Nu zijn we 40 jaar verder en we kunnen het wel bestuderen. Dus dan ga je kijken, heeft die fusie plaats gehad? En eerst ga je kijken in de literatuur. Nou, literatuur maakt geen melding van genetische data die dat zouden kunnen bewijzen. Er is helemaal geen literatuur op dit gebied. Dat maak je natuurlijk al een klein beetje achterdochtig. Waarom is er geen literatuur? Die spring ik even over. Kijk, nogmaals, de evolutietheorie heeft deze fusie nodig. Waarbij twee apenchromosomen versmolten tot één menschromosoom. Hebben ze nodig. Geen fusie zou betekenen, dat zijn we niet van apen af. Kunnen we niet van apen afstammen. Dan hebben we geen gemeenschappelijke voorouder met apen. Dus die fusie is doorslaggevend in de vraag, ben ik een aap of ben ik geen aap? Nou, we leven nu in het genetische tijdperk waarbij je dit soort vragen meteen kunt beantwoorden. Want je gaat de sequentie waar die fusie zou zijn opgetreden, ga je sequencen en je gaat kijken wat zit daar. Dat is, een Amerikaan heeft het gedaan. Daar zit precies in die fusiesite zit een gen. Precies in die fusiesite, daar ligt een genetisch gen... dat ook tot expressie wordt gebracht, dat is een functioneel gen. Wat betekent dat als daar geen, in deze fusiesite, als daar een gen ligt met een functie, en dit gen vind je niet terug in de chimpansee, in die twee genen, dat betekent dat die fusie helemaal niet heeft plaatsgevonden. Dat is precies wat we zien. We vinden deze genen niet terug in die afzonderlijke chimpansee of andere chromosomen van apen. En we vinden dit gen in de mens, specifiek in de mens. Betekent, de fusie heeft niet plaatsgehad, betekent dat we helemaal geen apen kunnen zijn. We kunnen niet van deze apen afstammen. Evolutietheorie heeft een groot probleem. Hoor je nooit iets over in de kranten. Maar goed, we horen ook van heel veel andere dingen nooit iets in de kranten. Dus dat maakt niet zoveel uit. De kranten schrijven hier sowieso niet over. Als je dan gaat zoeken in de literatuur, in de wetenschappelijke literatuur, naar deze fusie, of daar een gen ligt, hoeveel hits krijg je? Nul. Niemand onderzoekt dit. Niemand is aan het factchecken in de wetenschappelijke literatuur. Ik heb deze facts gecheckt, daar ligt een gen. Er ligt een functioneel gen in deze fusiesite. Heeft niemand dit belangrijke evolutiebewijs, die zou uiteindelijk moeten bewijzen dat wij apen zijn, waarom heeft niemand dit gefactcheckt in het genetische tijdperk? Blijkbaar is er geen publiceerbaar bewijs voor de fusie. En geen fusie betekent geen aap. Ik zeg u, we zijn helemaal geen apen. We stammen dus niet van aapachtige voorouders. We hebben geen gemeenschappelijke voorouder met deze apen die er tegenwoordig nog bestaan. Nou, ik heb dezelfde facts gecheckt. Die 1% die u overal hoort in de media, in dierentuin, heeft betrekking op puntmutaties. Op alleen maar puntmutaties. Dat is wanneer één letter zich verandert. De rest van de mutaties die we hebben in ons genoom, die worden niet getoond. We hebben heel veel verschillende mutaties. We hebben bijvoorbeeld indelmutaties, we hebben duplicaties, we hebben copy number variaties, we hebben accelerated regions. Uiteindelijk, als je de genomen van mens en chimpansee naast elkaar neerlegt, kom je op ongeveer 16% verschil in plaats van 1% verschil.
En dat verschil is een kwalitatief en een kwantitatief verschil. Dus betekent het is niet alleen maar dat er iets is veranderd. Nee, we vinden nieuwe genetische informatie. Ik heb jullie laten zien, er zitten minstens 1414 genen bij de verschil tussen deze twee organismen. Goed. Dat is dus, daar stond eigenlijk die GA, gemeenschappelijke afstamming, is verworpen door de moleculaire genetica. Dus we, nogmaals, deze ook die GA die in die formule van Darwin staat, die kun je gewoon verwerpen. Nou, er staat veel, weten we ook wel, Darwin was wrong, New Scientist, een aantal jaren geleden. En wat zegt Craig Venter, deze man die deze grote genoomanalyses heeft mogelijk gemaakt, die zegt ook, dit is geen tree of life. It's an artifact of some early scientific studies that aren't really holding up. So there is not a tree of life. Dat zegt deze man. Dit is, voor mij is dit een van deze Venter is een van de grootste biologen op dit moment. En waarom? Hij zegt ook gewoon heel eerlijk wat er precies aan de hand is in de biologie. En hij is zo eerlijk. Eigenlijk, deze man heeft ervoor gezorgd dat wij het genoom kunnen sequencen in één dag van een mens. Dit is een van de vooraanstaande moleculaire genetici, deze Venter. Eigenlijk zou deze man de Nobelprijs moeten hebben. Krijgt hij niet, want hij zegt hele rare dingen die men liever niet hoort. Zodat hij ook geen Nobelprijs krijgt. Maar hij heeft echt zeker recht op de Nobelprijs. Nou, conclusie is dan dat die hele formule, evolutie door middel van natuurlijke selectie is gemeenschappelijke afstamming plus modificaties. Eigenlijk al die facetten daarvan die zijn weerlegd. Het is wetenschappelijk onhoudbaar op dit moment. Dus iedereen is op zoek naar nieuwe evolutietheorieën, nieuwe verklaringen. Ik heb in mijn boek 2007 al een verklaring gegeven hoe we dit kunnen begrijpen. Ik heb ook een verklaring gegeven hoe we al deze variatie kunnen vergelijken. Ik heb bepaalde voorspellingen gedaan in mijn boek. Er zijn zogeheten variatie-inducerende genetische elementen aanwezig in je genoom. Waarom weten we daar niks van? Het is altijd weggezet als junk DNA, als overblijfselen van evolutieproces. Nee, heb ik in 2007 heb ik gezegd. Dat zijn geen overblijfselen, die hebben functies in het genoom. En wat doen die? Die kunnen heel snel variatie induceren in je genoom. Die kunnen heel snel aanpassingen forceren in je genoom. Het genoom is superplastisch, blijkt. Vroeger dachten we, het genoom is heel statisch. Nee, het genoom is heel plastisch. Extreem snel kan het zich aanpassen. En daarvoor zijn helemaal geen nieuwe informaties nodig, want die informaties zijn al in het genoom aanwezig. En hoe dat allemaal functioneert, ik ga ook hier zo afsluiten hiermee, maar hoe dat allemaal functioneert, dat nieuwe genoom wat we ontdekt hebben, zeg maar, dat heb ik in mijn boek beschreven. In zo'n taal dat iedereen het kan begrijpen. En ik zelf heb een extra hoofdstuk eraan toegevoegd vorig jaar toen het opnieuw werd uitgegeven, om aan te tonen dat wat ik beweerde in 2009, dat intussen tijd eigenlijk de state of the art is. Alleen, je hoort er nog niet zoveel van. Maar de biologie beweegt helemaal in die richting. We zien ook dat er eigenlijk helemaal geen junk DNA bestaat. Nou, goed. Ik geloof dat ik zeker genoeg heb gezegd al over mijn boek. En ik denk dat ik hiermee ook eindig. Goed, hartelijk dank. Voor Peter Borger. Ja. Het gedoe is, pauze is niet het woord, want Wijnand gaat aan de slag. Dan zetten we het tafeltje neer, we doen even een liedje. Ja. En dan praten we verder, jij en Rogier en ik. En dan doen we ook wat vragen hier die ik heb bedacht. En wat jullie gaan vertellen over PCR. Ja, dat gaan we dus nog zeker doen. Even een momentje om de boel klaar te zetten. Dank. Heel goed, dan gaan we even wat water drinken. En ik heb hier glazen. Ik heb het ding voor je. Hier, kijk, zo aan doen. Zal ik dat nu doen? Ik kan hem hier ook. Kijk, het is echt gebeurd. Waar gebeurd? Ja, kijk eens. Oh, je bent er geweest, hè? Ik was er geweest, ja. Cool. Ik heb geen bucketlist, maar als ik een bucketlist had, dan stond ooit de Galapagos eilanden erop. Er stond er nu een klein vinkje zo. Er stond een klein vinkje. Een klein Darwin vinkje. Ja. Eerst even terugkomen op jouw presentatie en dank daarvoor. We hebben allemaal wel iets nieuws geleerd. Denk ik, ja. Nou, weet ik wel zeker, want Rogier zei, ik heb ook net wat nieuws gehoord. Ah, nou, dat is mooi. Ja. Nou, dan zal dat wel voor iedereen cross the board zijn, denk ik. Ja. Ik heb een paar dingen opgeschreven waar ik benieuwd naar ben. Als eerste, ik wou ook zeggen,
Dat boek van Charles Darwin, ik ben er zo eentje die leest dat. Ja. Ik ging in 2003, dat was dan vlak voordat dat we dit leerden wat je zei. Want dat begon, je schreef dat voor het eerst op in 2005. Ja, ongeveer. Toen had ik dat boek in het Engels geschreven. Ja. Ja. Dus 2003 was ik op Galapagos eilanden en ik dacht, nou, dan ga ik dit op de boot lezen. Ik zat in Tasmanië. Jij zat daar je kennis op te doen. The Origin of Species. En het is lang geleden dat ik het las, maar wat ik me herinner is het begint met uitleggen hoe veredeling werkt. Ja. En veredeling is, je wil grotere appels aan je appelboom. Precies. Nou, dan pak je de appelboom met de grootste appels, die kruis je met een andere appelboom met de grootste appels en zo krijg je grotere appels. Ja. Dat proces, dat werkt al zo. Ja, dat werkt ook. Ja. We weten nu ook hoe dat werkt. Dus we kennen de genetica daarvan. En dat heeft niks te maken met de nieuwe informatie die aan je genoom toevoegt, maar het heeft te maken met een systeem dat in jouw cellen voorhanden is. Dat de informatie die er al is, degene die op een andere manier tot expressie kunnen brengen of tot de expressie daarvan kunnen verhogen. Dat betekent dat jij deze variatie in je genoom kunt genereren. Ja. En daar zijn ook geen nieuwe genen voor nodig. Dus dat is een proces dat zit ingebakken in het genoom. Ja, en als ik dat doe zoals agrariërs dat doen met appelbomen of met vee of zo. Ja. Zou jij in theorie dan dat in een laboratorium ook kunnen? Want het zit er toch al in. Het is een kwestie van op een andere volgorde zetten. Nou ja, je kunt dat doen in een laboratorium. Kijk, wat die agrariërs doen, dat is natuurlijk ook over de tijd heen, over de eeuwen hebben ze dat gedaan. En als je nu gaat kijken van welke genetische mechanismen spelen daar een rol, dan vinden we die mechanismen. Dus en als we ook in de genomen, als we die bijvoorbeeld van verschillende soorten naast elkaar leggen, bijvoorbeeld van honden, en we vergelijken dat met oerhonden of met wolven, dan zie je dat er een verarming is opgetreden van je genoom en niet de verrijking van je genoom. Ja. En toch hebben ze bepaalde eigenschappen waar wij op hebben geselecteerd. Maar die eigenschappen die waren er al, of je kunt ze wegselecteren of je kunt ze versterken. Maar je kunt er geen werkelijke nieuwe eigenschappen in selecteren. Nou, wat Darwin was niet... Ik doe hetzelfde wat jullie doen. Ik vertel opnieuw wat ik dan op school heb geleerd. Want ja, dat is de werkelijkheid. Wat ze op school vertellen, dat is dan maar zo. Ja. Dat is ook de reden dat ik de drie van de grote scholen in Almere hier heb uitgenodigd. Niet per se om ze hier te hebben. Het zou leuk geweest zijn als ze hier waren. Maar om te kijken hoe is de reactie dan. Ja. Het zou wel leuk zijn als een biologieleraar zegt van wacht. Wat zegt u? Nee. Ik heb zelf in het onderwijs gezeten. En ieder jaar moest je dan een les geven over evolutietheorie. Maar dat was de oude koek van 70, 80 jaar geleden. En het staat er nog in. Tenzij een nieuwe uitgave hebt. Ja, we leren onze kinderen nog steeds hetzelfde als toen. Ja, inderdaad. Dus het is eigenlijk niet veel veranderd. Ik meen me te herinneren, maar dat doe ik dan uit herinnering. Wat ik heb meegenomen van dit boekje van Darwin, is dat het in die tijd niet anders was. En Darwin was niet in zijn eentje die een nieuw inzicht had. Ja. Dat was overal in de wereld waar mensen hiermee bezig waren wel gedeeld. En ik meen ook, maar corrigeer me maar, die werkten samen, die overlegden. En er werd bedacht, nou, als we dat dan op deze manier... Hij werd aan hem verbonden, maar hij was niet alleen. Het is natuurlijk zo, er is heel veel mythevorming om het boek van Darwin, om Darwin zijn leven. Kijk, wat hij in zijn boek beschrijft, dat was allemaal bekend al onder de biologen. Die hadden ook alles naar waarde al ingeschat. Kijk, het selectieprincipe, dat was al beschreven in de jaren 30 van de 19e eeuw. Dus dat is ongeveer 30 jaar voordat Darwin met zijn selectieprincipe kwam. Het selectieprincipe is helemaal niet van Darwin. Dat was bekend. En de biologen in zijn tijd, die hebben dat ook al op waarde geschat. Die zeggen dat is een behoudend systeem. Het is niet een creatief systeem. Dus je behoudt eigenlijk wat er is. En een van deze biologen, dat was Edward Blyth, die heeft het heel uitvoerig beschreven. Dat ging ook eigenlijk over precies dezelfde dingen die Darwin beschrijft, is namelijk deze, wat mensen doen als ze dieren kruisen, als ze veredelen. Ja. En hij beschrijft dat, hij zegt, je kunt ze in een bepaalde richting veredelen. Maar als je dan die kunstmatige selectie, als je die wegneemt, dan vind je uiteindelijk weer het wild type terug, het wilde type terug. Dus het wilde type is het stabiele type. En waarom is het stabiele type? Daarbij komen alle verschillende gene pools formeren weer de oorspronkelijke gene pool. Okay. En op die manier kan je natuurlijk die gene pool, die kan je specificeren in een bepaalde richting. En dan verlies je andere genen. Je kunt ook in een andere richting kun je ook selecteren. Dan verlies je die genen. Maar breng je dat weer terug, dan heb je weer dezelfde gene pool. Ja. En dan is er niks veranderd. En dan wordt je rijker van. Ja, precies. Ja, waar ik naartoe wilde is naar deze tijd. Dus Darwin was niet eens eentje. Dat was overal al gedeeld door onder die mensen die dat bestudeerden. Dat zal nu niet anders zijn. Je bent er niet in je eentje.
Hoe gaat... Ja, dat klopt. Ik heb dit boek... ik heb dit... Jan Plicht van Dijk. Ja, dat boek. Dit boek. Dat heb ik in 2007 geschreven. En als je dan gaat... als je dat een beetje... Als je daar rugbaarheid aan geeft... Dan zie je dat er mensen op je toekomen die soortgelijke ideeën hebben. Ergens ooit een keer iets erover hebben geschreven. Maar nog nooit werkelijk in een boek dat hebben samengevat tot een nieuwe theorie, zeg maar. Ja. Dat heb ik wel gedaan. Ik ga ook niet zeggen dat zijn allemaal nieuwe ideeën. Ik heb bijvoorbeeld een professor leren kennen via internet destijds. Dat was Davison. En die had hele interessante ideeën. Dat waren ideeën die eigenlijk wel bekend waren bij de biologie. Maar die verloren waren gegaan. Dat waren ideeën zo in de jaren 30, 40, 50. Ja. En dat was een oude man. In die tijd was hij 80. Dus dat is, ik spreek nu van 10 jaar geleden. Dus hij had al die ideeën, die wist hij nog. En hij heeft mij ook bepaalde dingen laten zien van wat ik dacht. Ja, dat zijn hele goede ideeën. Waarom is dat niet bekend? En hij liet bijvoorbeeld ook zien dat op basis van de oorsprong van bepaalde cellen in je lichaam, en dan met name de geslachtscellen, die hebben een hele verschillende oorsprongen. En die kun je dus niet op elkaar terugvoeren door een gemeenschappelijke afstand. Dat liet hij mij zien. En ik wist dat helemaal niet, maar die kennis is er, alleen die kennis is weer verloren gegaan. Dus dat eigenlijk dat gemeenschappelijk, die universele gemeenschappelijke afstamming, dat was al in de jaren 30 bekend dat dat weerlegd is. Ja. In de jaren 40, zeg maar. Ja, en het een beetje zuur dat we dat dan op school uitleggen, nog steeds zoals dat aan mij werd uitgelegd. Ik ben van 1970 en is er kennelijk niks aan veranderd. En u zegt, voor die tijd was het, ja, het is al heel lang op die manier. Precies. Dat we verouderde informatie op school uitleggen. Precies, want ik heb nu zelf een zoon, die zit ook op school en die krijgt ook evolutietheorie. En er is helemaal niks veranderd in die 20 jaar of 30 jaar dat ik dat voor het laatst heb gezien in de schoolboeken. Dus het is echt hard nodig, er is hard een verandering nodig dat het wordt aangepast en wordt geüpdate. Ja, we gaan zo meteen naar een ander actueel onderwerp wat ons allemaal bezighoudt, die corona-PCR-test. Uh-huh. En wat jullie daarin hebben vastgesteld. Want ja, de wetenschap is het kennelijk niet met jullie eens, althans de wetenschap zoals die vanuit Den Haag wordt verteld aan ons via de televisie. Maar ja, oneens zijn, dat is juist eigen aan wetenschappen. Ja. Dan ga je om tafel en kijken wat zijn jouw argumenten, wat zijn mijn argumenten en hoe kunnen we daar iets samen in vinden. Darwin deed met de kennis die hij opdeed een theorie bedenken en zei, nou, dan is dat dus de evolutietheorie en dat is een antwoord voor alles. En jij, als ik je goed begrijp, tenminste zo klinkt het, zeg jij nee, het is een antwoord voor niks. Ja. Het lost het probleem niet op. Het lost eigenlijk niet op. Maar het sluit het ook niet uit. Nee. Het veredelen. Nou, de voorbeelden die ik. Ja, veredelen is een natuurlijk proces. Ja, maar het gaat erom: krijg ik nieuwe informatie door veredelen? En dat krijg je niet. Je zet dezelfde informatie in een andere context en dan krijg je een nieuw bouwplan, kun je zeggen. En wat je doet is. Dan ga ik even naar die apen kijken of ik het goed begrepen heb. Je zegt, de mens en de chimpansee zijn gewoon geen familie, want er zit een gen in de mens. Die moet komen van een versmolten genpaar van de chimpansee. En dat zit daar niet in. Dat kan daar niet vandaan komen. Dus daarom hoor je ook nooit meer iets over deze zogenaamde fusie die nodig is om dat karyotype heet dat, die chromosomen te verkopen. Ja, maar dan is mijn vraag, oké, de theorie die we hadden was best een leuke theorie en hij kwam er best een heel eind, maar die klopt niet. Nou top, dan hebben we weer een vraag zonder theorie. Nou, ik heb een theorie. Ik ben zelf een voorstander van intelligent design. Dus ik zeg gewoon, dat is een heel duidelijk teken dat mensen een eigen bouwplan hebben meegekregen. Ja. Nee, niet mensen, alles wat leeft. Alles wat leeft, ja. Maar mensen ook. Dus. Ja, mensen, dat begrijp ik. Maar je ten opzichte van apen bekijkt, hebben die een eigen bouwplan meegekregen. Ja, dat snap ik. Ja. Maar intelligent design gaat over elke cel en elke genetische code. Niet alleen van mensen. Nee, natuurlijk. Ja, dit is een vraag, hè? Ja, ja, dat heb je goed begrepen, ja. Oké. Dankjewel. Maar dat is ook een antwoord. Intelligent design is een antwoord op wat je ziet. Jij observeert iets en je denkt, daar ga ik eens een theorie op loslaten. Ja. Het enige wat ik kan bedenken, en ik sluit niet uit dat het zo is, dat is intelligent. Maar het zou ook iets kunnen zijn wat je niet bedacht hebt. Nou, ook dat is waar. Maar kijk, voor mij is het ook niet zozeer een antwoord. Het is een conclusie die je kunt trekken uit wat we zien op basis van de biologie. Wat we zien. Dus ik zeg ook niet, het is een antwoord. Ik zeg, het is een conclusie. En ik vind ook, je mag best deze conclusie trekken als bioloog. En waarom mag dat? Omdat je ook als een archeoloog, bij een archeoloog bijvoorbeeld, een kleitablet vindt. Hè, dan zegt hij, dat is een spijkerschrift, dat is intelligent design. En zelfs bijvoorbeeld die kosmologen van CETI, die zoeken naar intelligente signalen.
in de ruimte. En dan zeggen ze, oh, vinden we die? Dan hebben we intelligent design of intelligent. Ja. Dus op basis van bepaalde signalen die wij vinden, en die vind je heel duidelijk in je DNA, maar ook in de biologie, kun je zeggen, oké, daar zit een intelligentie achter. Dus het is een afleiding, zeg maar. Ja, ja, en daar heb ik het met jou nooit over gehad. Het is de eerste keer dat we met elkaar ontmoeten. Ja, dat is super interessant. Maar voor jou persoonlijk is de conclusie dan ook religieus? Ja, is dat religieus? Ik denk dat het voor mij is dat een hele rationele. Nee, je bent een gelovig mens, dat bedoel ik. Ja, zeggen. Nee, oké. Okay, ja, ik geloof echt in intelligent design. Ik geloof ook, ik geloof in God. Ja. Ik geloof ook in de christelijke God, laten we het zo stellen. In 2003 heb ik de consequenties zelf daaruit getrokken. En ik heb gezegd: oké, okay, dit zien we. Wat heeft voor mij de beste kaart heeft deze christelijke God? Oké. Okay. Ja. Ik denk vaak over die. Ik neem het allemaal aan, maar ik zat super snel en ik zat wel goed. Maar u zei bijvoorbeeld over die ATP-machine, dat ook zo wonderlijk is en dat dat overal is, al die miljarden dingen. Maar in principe is alles in ons lichaam wonderlijk. Ik bedoel, de ATP-machine is niet meer wonderlijk dan het hart of de lever. Precies. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ik liet die ATP-machine zien, want we praten tegenwoordig altijd over nanomachientjes, omdat we deze dingen kunnen zien. En die nanomachientjes die zijn eigenlijk net zo ontworpen als een elektromotor die wij zouden ontworpen. Je hebt een spanning heb je nodig over een membraan en dat wordt dan omgezet in chemische energie. En dat is dan benzine, dus dan wordt benzine gegenereerd. En het leuke van deze ATP is dat je hem kunt zien met een elektronenmicroscoop. En het andere is dat een ATP-synthase heet, zo'n machientje, die moeten vanaf het begin aanwezig zijn geweest. Dat is een voorwaarde voor een levende cel. Nou, en dan moet je dus gaan verklaren waar komen deze kleine machientjes vandaan. En die worden dus gecodeerd in het DNA. En waar komt die codering dan vandaan? Het is altijd een vraag van, dat is altijd de oorsprongsvraag. En daarom heet mijn boek ook Terug naar de oorsprong. Want ik probeer daar een antwoord op te geven. Dankjewel. Maar ik vind benzine vind ik eigenlijk een heel naar woord als je het over die mitochondriën hebt. Ja. Ik heb het veel meer dan steeds over de energie. Ja. In beeldspraak. Is dat heel goed? Ja. Het is de energie van een cel, wordt daar opgewekt. Ik noem het soms biobenzine, maar het is maar net hoe je daar tegenaan kijkt. We zijn in de waarschijnlijk waar gebeurt show. Waarschijnlijk waar gebeurt doet theater, hebben jullie gezien, doet ook muziek. De gast zijn de Jukes for Freedom. 1, 2, 3, 4. Ze zijn weer op tv, ze meten met twee maten en iedereen doet mee. We gaan weer in een lockdown, want dat is het beleid. Langzaam de kikker koken, zo raakt hij alles kwijt. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dagje zonder hemel. Normaal maken is wat niet is normaal. Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over figuren. Bezig met vandaag.